Afgelopen donderdag zei voorzitter Derks van Achilles 29 in het zwart en wit dat het geld nu eindelijk onderweg is. De 5 miljoen uit Brazilië die de financiële sores van Achilles weg moeten nemen. Spelers hebben al lang geen geld gehad, hebben zelfs al gestaakt. Maar staan nog wel in het veld. En komen hier op 1-0 door Wouters. Vroeg in de wedstrijd de voorsprong voor Achilles. Doelman van de Werf niet echt lekker. En dan is de rebound. Na de inzet van Soemeling. Voor Wouters. En dan is het 1-0. Het antwoord komt van Lisse. En dit is een overtreding van Platel. En die gaat eraf. Timo Platel, de doelman van Achilles, dat staat dan eindelijk weer een spoor. En dan wordt Boyd Stevens op zijn Schumachers bijna getorpedeerd door Platel. En dan na iets meer dan 10 minuten moet Achilles verder met zijn tienen. En is hij de nieuwe doelman, Dani Senten. En die mag meteen optreden tegen een penalty. Nou, dat werkt niet echt. Van de Putten, 1-1. Namens Lisse, Rodi van de Putten maakt zijn vierde van het seizoen. Dit is een hele aardige poging, of was het misschien een voorzet van de Kler? Het was in ieder geval bijna een doelpunt, bal valt op de lat. Dan dit moment, Martin van Ewijk wordt gewisseld, heeft zijn shirt alvast uitgetrokken. En scheidsrechter Blij geeft hem zijn tweede gele kaart. Van Ewijk heeft natuurlijk de naam. Hij heeft net een lange schorsing voor een rode kaart achter de rug, maar dit is wel heel erg naar de letter van de wet gehandeld. Met 10 tegen 10, kort voor tijd, vrije schop voor Achilles. En Omar schiet hem binnen! Groesbeek, de heikant, ontploft. Achilles won voor het laatst op 16 september. En nu tegen FC Lisse na 5 competitienederlagen op rij is er eindelijk weer eens een keer een driepunter. Voor de degradant uit de Super League. En daar mag je rustig een feestje voor vieren.